Ik ben Wim Wijting. Ik ben zeg maar, een van de directieleden van Ballen en Zo. Nou, wij maken spellen en attracties voor binnenspeeltuinen, attractieparken en sinds kort ook voor de retail. 90% van het werk gebeurt met de lezer. Het is zo'n belangrijk apparaat voor ons. Dagelijks worden ze ingezet. Het zijn ook echt medewerksters. Ze hebben een naam gekregen bij ons. De een heet Suus en de ander heet Bertha. Wij kunnen niet zonder de machine. We hebben echt heel bewust gekozen om dus voor een hoogwaardige manier van produceren te kiezen. We hebben ook wel gedacht van god, we gaan naar een frees of iets dergelijks. Maar een frees heeft toch hele andere eigenschappen dan een lasersnijder. Een lasersnijder is veel preciezer, kan haakse bochten maken, noem het maar op. Dus wij waren heel snel was de keuze al gemaakt. We gaan het met een laser doen. Ja, en als je dan gaat zoeken, dan kom je gewoon snel bij jullie uit. Ik denk gewoon dat bepaalde dingen onmogelijk zijn zonder lasermachine. Ik denk dat wij kunnen een aantal dingen gewoon zonder lasersnijder niet maken.